Alweer tijd voor training 3. Stopoefeningen en de piramide. Net zoals bij het maken van een lekkere pan soep, begint het roeien bij een goede basis. En een goede basis van het roeien is het gelijk roeien. Om dat gelijke roeien nou te oefenen en ook dat gelijke bewegen in de boot, is het soms handig om de haal even op te knippen in wat kleinere stukjes. De kleinere stukjes noemen we dan ook stopjes. In deze video gaan we werken met één stopje, dus dat moet nog wel te doen zijn. Zoals gezegd is het samen en gelijk roeien essentieel voor het voortbewegen van de boot. En hier aandacht aan schenken is dan ook heel effectief. Hoe gaat dat in zijn werk? Roei met tweetallen of viertallen, hele halen in de boot. Op aangeven van de stuur komt hier een stopje in. De roeiers vinden elkaar in deze positie, ofwel stop, en blijven daarin totdat de stuur zegt go. Dan maken zij de roeihaal en stoppen weer in de stop. Stop voor het rijden over twee halen. 1. 2, stop voor het rijden. Go. Naarmate dit beter gaat, komt het go-commando van de stuur te vervallen en zullen de roeiers elkaar moeten aanvoelen. Het is dan de slag, de roeier die het dichtst bij de stuur zit, die de stopjes aangeeft. Niet door deze te benoemen of te roepen, maar door deze stop in zijn beweging op te nemen. De overige roeiers zullen de slag moeten aanvoelen en zo een gezamenlijk ritme vinden. Na een aantal halen mag de slag het stopje langzaam over laten gaan en weer normaal roeien met zijn vieren. Wanneer deze oefening tot iets meer gelijkheid en ritme heeft geleid, is het natuurlijk leuk om dit in de praktijk te brengen en ook te voelen aan de boot. Een goede manier om dat te doen is de piramide. Dat is een oefening waarin je één haal gaat maken met iets meer kracht erin en die afwisselt met weer een rustige haal. Vervolgens ga je twee halen met iets meer kracht, afwisselen met twee halen, relatief rustig, enzovoort, enzovoort. Dat bouw je op totdat je 10 halen met kracht doet, afgewisseld met 10 halen rust en dan ga je weer terug. Succes!